Bogi en de Romans waren dat. En hij zit altijd alleen in een stamvol café. Met Richard Bollema. Dat betekent dus dat we even Skype-los met Richard Bollema gaan bellen. Goedemorgen Richard, we hebben wat technische problemen. Vandaar dat we lekker weer alwets via telefoontje komen. Volgende week gaan we live vanuit Steenwijk en dan zien we de mensen jou uiteraard wel weer. Hoe is het met Richard? Ja, zeer goed. Zeg Richard, wat was jouw boekentip of is jouw boekentip voor de komende dagen? Even kijken, nou, ik heb een hele speciale. Dat is geschreven door Mark de Hond. U wel bekend misschien. Ja. Hij heeft een boek geschreven, een dagboek van zijn naderend einde, om het zo maar te zeggen. Hij is natuurlijk altijd programmamaker, theaterman geweest. Hij is de zoon van Maurice de Hond, zoals je ongetwijfeld ook wel weet. Ja. En hij zat al in een rolstoel en hij had de pech dat hij nog een keer kanker eroverheen kreeg. Hij heeft een dagboek geschreven en dat is gewoon een heel indrukwekkend boekje. Met alles wat hij in die tijd beleefde. Er is afgelopen donderdag op Net 5 ook een documentaire van hem geweest. Ik weet niet of mensen die gezien hebben. Hij is nog te zien deze week. Als je hem dan. Je kunt hem nog ophalen met uitzending gemist, om het zo te zeggen. Maar het is echt tranentrekkend, indrukwekkend. Maar ook prachtig mooi verhaal natuurlijk. Kortom, zoals het zo mooi heet, het verhaal over het leven van deze bijzondere man. Ik heb inderdaad die reportages gezien. Dat ziet er echt indrukwekkend uit. Zeg Richard, het wordt mooi weer. Het is mooi weer. Merk je ook in de winkel dat de mensen wat meer boeken gaan kopen, omdat ze dan lekker met de konten in de zon kunnen gaan zitten? Ja, echt wel. Mensen willen lekker lezen. We hebben op het moment een hele leuke aanbieding met de 7 zussen. Die heb ik al eerder een keertje in jullie uitzending genoemd. Maar we hebben op het moment een kortingsbon voor deel 2 tot en met deel 6 van 3 euro. En je ziet nu in één keer dat mensen echt met een stapel 7 zussen de deur uitgaan hoor. Betekent dan dat je op elk boek 3 euro korting krijgt? Ja, alleen deel 2 tot en met deel 6. Deel 1 die is al redelijk voordelig, die is €12,99. Daar gaat geen korting vanaf. Maar van de andere 5 delen gaat 3 euro per deel korting af op het moment. Dus het is een actie die gaat tot eind augustus zo'n beetje. Ja, dat haalt toch wel weer mensen over om lekker met die boeken weer aan het lezen te gaan natuurlijk. Want blieden van, ik ga zelf binnenkort even een nieuw boek kopen van de Toon Tellegen. Misschien wisten zij alles, dat vind ik mooi. Dat zijn van die dierenverhaaltjes die in elkaar aan. Ja, de metaforen. Ja, prachtig mooi. Richard, dankjewel. Groet naar Jeanette. En volgende week live met jou vanuit het mooie Steenwijk. Komt helemaal voor elkaar. Hendrik, dat was mooi, hè? Hartstikke mooi. Ja. Mooi, Richard. mooie boekjes weer. Ja, nee, dat is hartstikke top.